Hoi, ik ben Danielle en deze medicatie mini gaat over ACE-remmers, zoals enalapril, captopril en lisinopril. Deze grijpen in op het RAAS-systeem door ACE te remmen, zoals de naam al deed vermoeden. Oftewel het stofje dat angiotensine 1 omzet naar angiotensine 2. Hierdoor zullen ACE-remmers het RAAS-systeem onderdrukken, dat normaal de bloeddruk verhoogt. Dus door dit te remmen zorgen ACE-remmers onder andere voor een lagere bloeddruk. Dit middel wordt gegeven bij hypertensie. Doordat het zorgt voor vasodilatatie en een lager bloedvolume zal de bloeddruk dalen. Ook kan het gegeven worden bij hartfalen. Het zorgt voor een afname van de harthypertrofie en dit komt met name door de remming van aldosteron. Ook zal de afterload van het hart afnemen door de vasodilatatie. Typerende bijwerkingen zijn orthostatische hypotensie, vooral bij de eerste dosering of bij een doseringverhoging. Als iemand bloeddruk draait op het ras-systeem, bijvoorbeeld als iemand hartfalen heeft of bij patiënten die ook al diuretica gebruiken, dan zal het ingrijpen in het ras-systeem zorgen voor een fixe bloeddrukdaling. Daarom wordt er altijd laag gedoseerd met E-remmers en er wordt voorzichtig opgebouwd. Verder hebben E-remmers een interessante werking op de nieren. Enerzijds zal het de nieren beschermen tegen verdere achteruitgang door de proteinurie te verbeteren. Maar anderzijds kunnen ze de nierfunctie juist ook doen afnemen, vooral als er sprake is van arterievernauwing van de nier. Een toename van kalium in het bloed zie je door de afname van aldosteron. En heel typerend is een droge prikkelhoest. Tot wel 20% van de patiënten zal dat ervaren, al vanaf de eerste maand van het gebruik en dan de hele behandeling door. Ook kan er angioödeem optreden. Dat is een zwelling van gezicht, mond en of keel en dat kan zeer ernstig tot zelfs fataal verlopen. Het gebruik van eesremmers tijdens de zwangerschap is niet aan te raden, het is namelijk teratogeen. Het lijkt wel veilig te gebruiken te zijn bij borstvoeding. Gebruik ook de bijbehorende farmacologie flashcards en overhoor jezelf over deze eesremmers en natuurlijk ook de andere hartmedicatie. Bedankt voor het kijken!